Nou, de platenzaak bestaat al heel lang. Die bestaat al sinds 1925. Mijn vader heeft hem in 1956 overgenomen van mijn opa. En ik samen met mijn toenmalige man in 1980. Ja. Maar ik werkte natuurlijk al veel langer in de zaak. Ja. Dus, mijn ex-man werkte hier ook altijd al. En in 1980 hebben we hem overgenomen. Dus, en we hebben natuurlijk alles al verkocht. We hadden ook een toneeluitgeverij. Dus niet alleen platen, niet alleen muziekinstrumenten. Want het was in het begin natuurlijk alleen muziekinstrumenten en bladmuziek. En later kwamen de platen daar pas bij. Maar in het begin ook uitgeverij, toneeluitgeverij. Leverde door het hele land toneelboekjes en sketches. En we drukten ze zelf, hadden een eigen drukkerij. Hoe ga je jezelf heruitvinden weer in de zaak hier beneden om te zorgen dat nou, er zijn nog steeds mensen die cd's kopen. The Doors, de nieuwe cd. Ze zijn er al lang niet meer, maar toch komt er nog steeds wat uit. En van Doema net zo. En het is natuurlijk niet meer zo dat daar enorme aantallen van besteld worden. Maar toen de cd van Adele bijvoorbeeld uitkwam, om iets te zeggen, toen hebben we daar nog ontzettend veel van verkocht. Maar die cd was ook niet op internet te koop. En er kwam toen een nieuwe Stones cd uit. Nou, dat was ook niet aan te slepen, vlak voor Sinterklaas of Kerst. Nou, daar verbaasde ik mij dan wel over. Dan denk ik van, nou, dat vind ik toch mooi dat er nog zoveel mensen een cd kopen. Ja. Nee, en de platen is natuurlijk ook een heel groot gedeelte alweer geworden. Dat hadden wij altijd al. Wij verkochten altijd al platen. Wij waren een platenzaak vroeger. Maar dat is nu natuurlijk weer teruggekomen, doordat het ineens heel modieus is. Ja. Dus dat komt nu helemaal weer terug, om het zo maar te zeggen. Wij hebben natuurlijk wel een heel groot gebied wat er omheen ligt. Hè? Vensterwolde, Beerta en al dat soort dorpjes. En die mensen kwamen vroeger allemaal winkelen in Winschoten. Om het maar zo op zijn pedaal-emmerachtig te zeggen. Die gingen allemaal winkelen in Winschoten. Maar dat is ook steeds minder. Hè? Ik bedoel, mensen die kopen online en dat soort dingen allemaal. Dus dat wordt allemaal, dat zwakt allemaal wat af. Het is natuurlijk, ja, je moet het een beetje als een hobby zien. Hè? Dat is het uit de hand gelopen hobby misschien. Maar ja.